Wat u hier ziet en hoort is een WKK, oftewel een warmtekrachtkoppeling. Op een duurzame manier wordt hier elektriciteit opgewekt. Het afvalproduct warmte gebruiken wij om de kast te verwarmen. In het geval van een overschot verkopen wij de elektriciteit. Dit zijn vangplaten. Dat zijn stukken kunststof met een soort lijm erop. De kleur geel zorgt ervoor dat de insecten hierop afkomen. Wij kunnen dan precies zien welk ongedierte in de kast zit en daar gericht op spuiten, zodat we niet te veel aan gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Wat u hier ziet is een spuitrobot. Met deze spuitrobot worden de plantjes gespoten tegen schimmels, ziekte of beestjes. Deze spuitrobot is een gebruiksvriendelijke manier. Deze spuitrobot is erg gebruiksvriendelijk, want op deze manier hoeft degene die de gewasbescherming uitvoert niet meer door het gewas heen te lopen. De spuitrobot gaat automatisch over de pijp heen. In één keer worden gespoten. Hier wordt een schimmelbestrijding uitgevoerd. Plantjes zijn echt kwetsbaar na het poten en dit helpt de plantjes om snel wortel te maken. Flower XL streeft ernaar om zo duurzaam mogelijk te kweken. Hulpmiddel daarbij is NPS. NPS houdt in dat alles wat je gebruikt aan gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen wordt geregistreerd. En aan de hand daarvan krijg je een certificatie. Wij hebben NPSA, dat is het hoogst haalbare certificaat wat mogelijk is. Momenteel zijn we bezig om het NPS-certificaat SQ, Social Quality, te krijgen. Als we NPSA en NPS-SQ hebben, kunnen we gaan leveren onder het label Fair Flowers, Fair Plants. Dat is een label dat wordt gegeven aan bloemen en planten die op een duurzame manier zijn gekweekt. Dit is onze rookvrije kantine waar onze medewerkers hun lunch en koffiepauze kunnen doorbrengen. Het sanitaire gedeelte met hiernaast aparte kleedruimte. Net als in elk bedrijf is ook de veiligheid een belangrijk punt bij Flower XL. Flower XL beschikt over een risico-inventarisatie- en evaluatieplan en een plan van aanpak. Dit alles om ongevallen zoveel mogelijk uit te sluiten. Wat u hier ziet is onze stoomketel. Deze ketel wordt gebruikt om de grond op een duurzame manier te ontsmetten, zonder bestrijdingsmiddelen. Een ingewikkeld systeem van buizen zorgt ervoor dat de warmte wordt getransporteerd naar de kas. De grond wordt na elke ronde via stoom gedesinfecteerd. Hier ziet u hoe het stoomzeil mechanisch wordt opgerold door de stoomoprollen. Hier ziet u onze medewerker Lucas Romanski aan het werk. Zware klus. Stoomzeil wordt hier ingerold en wordt in de volgende kap weer uitgerold. Hier ziet u een vak wat nog niet gestoomd is. Hier ziet u een vak dat wel gestoomd is. Alle resten van de bloemen, diertjes, ziektes zijn op deze manier verdwenen. Voornamelijk 's nachts gedaan.
soort klaargemaakt voor het oogsten voor morgenavond. Dus de emmer vullen. Die vult automatisch 18 emmers per keer. Dus het fus dat klaar staat voor morgen. In elke emmer komt de chloorfil. Dit is verplicht door de veiling. Dus voor de bacteriën tegen te gaan in de emmer. Het oogsten gebeurt met behulp van een borstmachine. Ook deze kan automatisch worden verreden van de ene kap naar de andere kap. Er komt weinig fysieke arbeid aan te pas. Ja? De pijp wordt automatisch in de buisrail systeem geschoven. En de machine wordt uitgerold.